Wij zijn blij dat we weer open mogen. Wij zijn blij dat wij weer 50 mensen mogen ontvangen bij een theatervoorstelling of bij een concert. Er gebeurt weer, er komt weer leven in huis. Mensen volgen weer cursussen, projecten starten weer op. Op 12 juni hebben we een piano- en violdag. Op 20 juni hebben we een vertelopera. En op 25 juni presenteren we samen met Kunnenborg Blues de John F. Klaver Band. Het is fijn dat we weer open kunnen. Vandaag mogen we weer beginnen met hockeyen bij de hockeyclub CMNC. Voor 27-plussers is dat wel heel leuk, want dat hebben we echt gemist. Ze mogen dan weer wedstrijdjes spelen op de club en afsluiten met een lekker biertje, want de bar is ook weer open. Vandaag 5 juni, voor de horeca een heugelijke dag en voor ons helemaal, want wij gaan vandaag starten met ons nieuwe restaurant La Trottola met Italiaanse keuken en wijnen. En vanaf vandaag mogen alle restaurants weer tot 10 uur 's avonds open en ook binnenmensen ontvangen. Dus voor ons de dag om te beginnen. We hebben er ongelooflijk veel zin in. Wij zijn natuurlijk ook heel erg blij dat we weer open mogen op 5 juni op zaterdag. En dat gaan wij doen met de première van De Slag om de Schelde. Het staat hier, eigenlijk zouden we 17 december in première gaan. Het is nu 5 juni geworden en we kijken er ontzettend naar uit. Hier gaat het gebeuren. Op alle gele stoeltjes zit straks weer publiek. En omdat het er maar 30 zijn, draaien we de hele zomer door. Tot gauw in jouw theater.